Wat een puinhoop heeft die Dylan ervan gemaakt, hè? Nou. Die loopt de hele tijd met verschillende petjes op. Ja, dan heeft ze deze op. Dit is dan haar VVD-petje. En dan heeft ze die op. En dan is ze weer demissionair kabinet. Minister van Justitie. Ja, hup, dan gaat ze weer gauw. Doet ze deze op. Ja, nu ben ik weer VVD-fractieleider. En kijk, hier ben ik weer minister van Justitie. Dat was allemaal niet meer te volgen. Het petje ging op en af en maar heen en weer. Wat een onzin allemaal, zeg. En ook, wat een matenaaierij, zeg. Ja, die van de Burg, die staatssecretaris, die zit de hele dag aan de telefoon, allemaal gemeentes te bellen. Ja, oh, neem alsjeblieft nog wat asielzoekers op, want ja, we hebben niks meer. Nee, ja, kom nou, alsjeblieft help me. Ik heb paniek. Ja, en wat denk je? Ja, die wordt zomaar eventjes... Hou jullie die spijningswet nog maar eventjes aan. Ja, nog even niks aan doen. En het kabinet ook niet. Nou, waar het op neerkomt, vrienden, is het volgende. Die Dylan. Ja, met die twee petjes hier. Met petje. Hier, die Dylan. Die maakt er zo'n verschrikkelijke chaos van. Die maakt er zo'n puinhoop van. Niet te geloven. Ja, en die van de Burg die wordt genaaid. En het kabinet in paniek. Want ja, wat moeten we nou met deze flauwekul? En maar het allerergste is, die plaatsen daar. Ja, waar ze al die asielzoekers hebben. Ja, die worden natuurlijk hier helemaal knettergek van. Ja, daar heb ik medelijden mee. Met die mensen in Budel. Maar ook... Heen vooral met de mensen in Ter Apel.